mijn auto. Team in 4 auto's en ik rem met dit schatje, zo mooi gezegd. Zoals je ziet zitten er nog geen banden op, dus hij is uitgelijnd en al. En straks wanneer het training begint worden de banden erop gezet en dan gaat het naar buiten heen. Bij mij echt 24/7 autospot. En goed, als je het zo ziet, ik heb 2 moeilijke jaren gehad. Ik heb 2 jaar niet kunnen rijden. En sinds vorig jaar zit ik weer achter het stuur. Ik ben toen kampioen geworden in de GT4. Dit jaar in de GT3, dus er zit een stijgende lijn in, maar ik ben zeker nog niet klaar. Ja, Nürburgring is eigenlijk voor mij het racewekker wat dichtst bij de Nederlandse grens ligt. Dus ik voel me wel een beetje thuis. Ik heb hier 6 weken geleden de oefenwedstrijd op gehad. Ik heb die gewonnen. Dat weekend natuurlijk ook weer veel geleerd. En voor mijn gevoel dit weekend weer voortzetten daarin. Dus ik voel me hier thuis en het is een gaaf circuit en ik kijk ernaar uit. Ik probeer eigenlijk nooit de verwachting hebben, want als je verwachtingen hebt, dan kun je teleurgesteld zijn. Ben ik nou wel, eerlijk gezegd, wel een klein beetje. Maar zo even een analyse doen van de punten waar ik op moet letten. Ik moet zeggen, ja, het was weer wel genot om te rijden. Ik was natuurlijk voor het maximale willen gaan. Het is maar 2/10 tot plaats 3. Dus zo dicht zit het hele gedoe bij elkaar. Maar goed, ja, ik kan nou niet veranderen. Nou, weer vooruit kijken. Kunnen winnen. Gewoon heel makkelijk. Ja, als de start goed was geweest. Maar goed, dit is niet zo. Dus al in al wel weer veel geleerd. En ik ga weer verder. Ik kom echt op het punt. Het gaat me lukken. Geloof me.